van deze maand gaat over het kopiëren van formules, van berekeningen dus, in Excel. Hier heb ik een bestandje. Hier staan allemaal prijzen. Hier staan hoeveel er van dat artikel is verkocht. En hier kun je dan uitrekenen voor artikel 1 wat het te betalen bedrag is. Als je een berekening gaat maken, selecteer je de cel. Je typt het is gelijkteken. En vervolgens wijs je met je muis op de cellen waar je mee wilt rekenen. En daar klik je dan op. Ik klik op de prijs. En dat vermenigvuldig ik, sterretje, met het aantal. Klik. Als ik klaar ben, druk ik op Enter. Excel gaat dan één cel omlaag. Kijk ik even naar die formule, dan zie je die staan in de formulebalk. W2 keer C2. Dat wil ik natuurlijk ook doen voor al die andere artikelen. En ik ga die formule natuurlijk niet nog 9 keer maken. Ik ga hem heel simpel kopiëren met dit blokje. Zet je muis erop, wacht even op het zwarte plusje en trek het dan naar beneden. Kijk je nou heel goed, dan stond hier B2 keer C2. Hier is dat automatisch veranderd in B3 keer C3. 4 tot en met B11. Want wanneer je een formule naar beneden kopieert, naar andere rijen dus, dan worden automatisch in de celadressen die je gebruikt de rijnummers gewijzigd. Hetzelfde verhaal krijg je als je een telling maakt, bijvoorbeeld van hoeveel producten zijn er totaal gekocht. Dat kun je heel eenvoudig doen met de som-functie. Daar hebben ze zelfs een knopje voor gemaakt. Zo vaak wordt die gebruikt. Hier zie je de knop som. Je klikt op die knop. Excel stelt voor om deze getallen bij elkaar op te tellen. Dat lijkt me correct, dus ik druk op Enter. Kijk ik even in die cel, dan zie ik hier staan is som C2 dubbele punt tot en met C11. Wil ik dat ook doen voor de bedragen, moeten in feite ook deze opgeteld worden. Dan pak ik weer mijn muis, trek dit naar rechts. Stond hier som C2 tot en met C11. Hier staat automatisch D2 tot en met D11. Ik heb het gekopieerd naar rechts. Dan kopieer je het naar andere kolommen. En bij het kopiëren naar andere kolommen wijzigen in de celadressen de kolomnummers. Nu een iets andere situatie. In dit voorbeeld staat het urenloon in B1. En in de A-kolom zie je een aantal gewerkte uren. Hier wil ik uitgerekend hebben hoeveel ik betaald krijg. Ik selecteer de cel, typ het is gelijkteken, ik klik op het aantal gewerkte uren, typ een sterretje om te vermenigvuldigen en klik op de cel met het uurloon B1. En als ik klaar ben, druk ik op Enter. De formule die ik gemaakt heb, vind je hier, is A4 maal B1. Dat wil ik ook voor de andere gewerkte uren uitgerekend hebben, dus ik kopieer dit naar beneden. Maar je ziet het al, dat gaat niet goed. Toch gebeurt hier precies hetzelfde als er zojuist gebeurde. Kijk ik namelijk naar deze cel, dan zie ik daar staan A5 maal B2. Ik heb hem eentje naar beneden gekopieerd, dus in de celverwijzingen zijn de rijnummers eentje hoger geworden. A4 is A5 geworden en B1 is B2 geworden. Nou is dat voor A4 correct, maar B1 had B1 moeten blijven. Hoe moet je dat dan aanpakken? Ik maak de cellen even leeg. En ik selecteer die cel nog een keertje. Typ het is gelijkteken. Klik op het aantal gewerkte uren. Vermenigvuldig dat met het uurloon. Maar voordat ik op Enter druk, ga ik nu eerst aan Excel aangeven dat die B1
altijd B1 moet blijven, ook na het kopiëren. En dat doe je door dollartekens voor de kolom en de rij te zetten. Klik hier, typ een dollarteken, klik hier en typ een dollarteken. Nu druk ik op Enter. En nu ga ik die formule alsnog naar beneden kopiëren. En je ziet, nu gaat het wel goed. Selecteer ik deze cel, dan zie je dat A4 A5 geworden is, maar B1 is B1 gebleven. En dat zie je dus hier ook. Zo'n celverwijzing met een dollarteken voor de kolom en een dollarteken voor de rij noemen ze ook wel een absolute celverwijzing. Denk er dus altijd aan als je een formule maakt die je wilt kopiëren, of je relatieve celverwijzingen nodig hebt, zonder dollartekens, of absolute celverwijzingen met dollartekens. Tot zover deze tip. Ik heb ook nog een tip over formules kopiëren die iets geavanceerder is. Kijk ook dat filmpje eens.